Goed. Nou, we hebben net wat gecontroleerde remmingen gedaan. Dat gaan we nu een beetje uitbreiden, zeg maar. Want het is niet altijd gecontroleerd in het verkeer. Het kan ook wel eens een keer dat er iets gebeurt op de weg waardoor je schrikt. En waardoor je toch in een soort van paniekreactie in je rem kleunt, om het zo maar te zeggen. En wat dan? Nou, dan is het heel belangrijk dat je zithouding hetzelfde blijft. Dat je kijktechniek in ieder geval naar voren blijft. Om ervoor te zorgen, zeg maar, dat die koeder recht blijft. De motor recht blijft. Belangrijk is ook op het moment dat hij gaat blokkeren, want daar gaan we dadelijk een beetje naartoe werken, zeg maar. Is dat op het moment dat hij blokkeert, dat je ook direct weer je remmen loslaat. En op het moment dat hij dan weer loslaat, dan zul je ook merken dat hij ook weer gewoon zijn spoor pakt. En dan kun je daarna weer gecontroleerd opnieuw gaan remmen. Want anders zou je misschien onderuit remmen, want ze hebben geen ABS. Dus dat zou dan kunnen, zeg maar. Niet gelijk helemaal dat handvat inknijpen of die hendel inknijpen, maar probeer dat ook weer een beetje gecontroleerd te doen, maar wel steeds verder. Dus eigenlijk net een tandje verder als dat we net gedaan hebben. En dat gaan we gewoon even rustig aan opbouwen. Ja, gaan we dat doen. Gewoon met dezelfde snelheid, dezelfde route, dat blijft allemaal hetzelfde. Ja? Vragen? Gaan we doen.